Vervallen woningen, schotels en een sombere uitstraling. Dit is het typische beeld wat er bestaat over Kanaaleiland. Maar er is meer. De jongeren van Kanaaleiland zijn een eigen magazine begonnen om zo de positieve kant van hun wijk te laten zien. Ja, Flex Magazine, het brengt natuurlijk wat extra's in de wijk. Het nut hiervan is dat je je stem kan laten gelden. Er is nog geen jongerenblad in Utrecht. Dit is de eerste en ik vind het geweldig om hier aan mee te doen. Ik ben bij Flex Magazine terechtgekomen omdat ik al eerder vrijwilligerswerk deed voor Vanaf voor Jongeren. En daar heb ik Mustafa Esadek ontmoet, dat is de hoofdredacteur. Die heeft mij meer verteld over Flex Magazine en ik heb toen gelijk ja gezegd. Met Flex Magazine kunnen we ook onze stem laten gelden en hierin schrijven van onderwerpen die voor mij interessant zijn. Ik kijk gewoon wat in mij opspeelt. Stel nou dat ik een tijdschrift zou lezen, wat zou voor mij belangrijk zijn? Zo bekijk ik het. En dan kom ik tot een bepaald onderwerp. En die bepaald onderwerp ga ik dan ook bespreken met de hoofdredacteur van Flex Magazine. En als die dat een interessant onderwerp vindt, dan gaan we dat overleggen en dan kijken of ik daar inderdaad voor ga schrijven. In de wijk wordt altijd geklaagd over het negatieve beeldvorming van de media. Ik zie Kanaaleiland als een multiculturele wijk. Het is helemaal niet zo kansarm als er wordt gezegd. En verder kan natuurlijk altijd wel wat veranderd worden. Ik denk dat geen wijk in Nederland perfect is. Dus dat is Kanaaleiland ook niet.